Welkom bij deel 2, en dus ook samen met deel 3, de tweede kenniskip van Hoogcollege 4. We gaan hier dus kijken binnen deel 2 naar de wereldhandel, en binnen deel 3 naar globalisering 2.0. Laten we beginnen met de wereldhandel, en daarbij hebben we drie hoofdpunten staan. We gaan kijken naar het mechanisme van afzetmarkten en de landbouwprijzen. We kijken naar het thema prijsbederf, en we sluiten af met het thema landbezit en landhervormingen. Dit is een wat meer. Economisch oogpunt bekeken, ik wil je graag door deze bullet points meenemen. Um, wat zien we nu staan? We, we zien dat mondiaal stijgende voedselprijzen, als die, als die er stijgen, niet doorberekend worden door de boeren. Terwijl de gestegen kosten voor de kunstmest die ze nodig hebben, wel steeds worden doorberekend. Dus de boeren hebben wel hogere lasten, maar niet hogere inkomsten. Dus wat ontstaat er een overlevingsstrategie? Zijn de marktprijzen van hun handelsgewassen te laag of zijn de productiekosten te hoog? Dan moet er gestopt worden met handel en overgegaan worden op zelfvoorziening. Dat is wat we dus zien gebeuren. En het probleem is, dit is niet lang vol te houden, want je hebt dus geen extra inkomsten. Wat zien we ontstaan? Dat er handelaren zijn die de markt monopoliseren. Deze persens, deze kleine boeren, die komen helaas hier niet tussen. Wat zien we dan ontstaan voor de oogst? Nou, dan is er dus door schaarste uh, een stijging van de voedselprijzen. De handelaren doen het bewust, want die houden voorraden vast, dus die drijven de prijs alleen nog maar verder op. De peasants betalen daardoor de hoofdprijs om zelf eten te kunnen gaan kopen en moeten daardoor dus ook in de schulden gaan raken. Wat zien we hier ontstaan? Het begrip schuldslavenij. Dat betekent dat dus één persoon de hele keten heeft, dus hij is zowel de opkoper. Van de landbouwgewassen bij de boeren. Hij is ook degene die de prijs enorm opdrijft. De woekeraar. En hij is ook nog eens een keer de landeigenaar. Waar dus de boeren een gewassen op verbouwen. En dat is dus wat Lipton uh, stelt als schuldslavernij. Dus de boeren die, die zitten land te bewerken. Wat sowieso al niet van hen is. Uh, en krijgen daar ook nog eens een, keer een hele lage prijs voor. En zullen dus daarna nog eens een keer zelf tegen hoge prijzen. Andere... Uh, andere handelsgewassen moeten gaan kopen om daarvan te kunnen leven. De producenten van, uh, van exportgewassen die krijgen een slechte prijs door een aantal redenen. Uh, vaak is er exportbelastingen doordat er allerlei restricties worden opgelegd. Uh, we zien ook uh, buitengewoon hoge markt- en transportkosten ontstaan. En uh, er kan ook sprake zijn van overwaardering van de munt, waardoor het ook alleen maar slechter voor hen wordt kijken we naar de prijsbedrijf door de Europese Unie en de Verenigde Staten. Daar komt opnieuw het begrip urban bias terug. En dat was het idee dat het in de, in de steden allemaal zo veel beter is en dat de jongeren daar naartoe trekken. Vanuit het platteland, uiteraard. Um, dit is dus uh, het probleem. Dus de voedselprijzen die zijn dus laag. Uh, lager dan eigenlijk nodig zou zijn. Waardoor we dus zien dat de lonen ook omlaag gaan. Um, de stedelijke elite, die verdienen hier alleen maar meer. omdat omdat het verschil groter wordt hè, tussen wat ze moeten betalen en wat ze binnen kunnen gaan krijgen. Het probleem is dat de boeren dus arm blijven en dit noemen we afroming van het platteland en de parasitaire rol van de stad. Dus de stedelingen hebben de macht, het zijn ook de landeigenaren, die laten dus de boeren voor een laagloon werken, maar vangen wel alle winsten van, de, van de, uh, vervolgens het doorverkoop van deze handelsgewassen. En wat zou hier een Mogelijke oplossing voor kunnen zijn, dat is het fair mechanisme. Dat betekent dat er eerlijkere prijzen ontstaan voor de producenten van deze handelsgewassen. Um, en dat betekent dus ook eerlijk, eerlijkere prijzen voor de landarbeiders en ook voor de consument. Dit zou een betere marktpositie voor boeren op moeten leveren en ook bij de inkoop van kunstmest, machines en gereedschappen. We kunnen ook een algemene oplossing voor de, voor de ontwikkeling. Omschrijven, en dat is het begrip valorisatie. En dat is het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Uh, dan gaan we naar het, het laatste onderdeel uh, over deel 2, dat is namelijk landbezit en landhervormingen. Wat, wat valt op? Uh, Sub-Sahara Afrika, daar is tussen de 2 en 10 procent van het land onder formeel landbezit. Um, en de rest dus niet. Dus er is toch geen grotere rijkdom daar te vinden. En de vraag is: ja, waarom komt dat? Is dat wellicht door de mentaliteit van de persons? We hadden eerder al gezegd: ze zijn vooral gericht op sociale activiteiten. in plaats van het economisch uit, ja, zeg maar, doorontwikkelen van hun activiteiten. Andere landen hadden hun eigen redenen voor het achterblijven van ontwikkeling. En we weten bijvoorbeeld in India, waar het kastensysteem is, dat daar problemen zijn ontstaan. Um, maar er is ook een land die succesvol is geweest en dat was Thailand. En hieronder heb ik de succesfactoren benoemd. Hier waren uh, micro massaal verstrekt op dorpsniveau. Uh, dus de leningen werden aan boeren verstrekt tegen zeer lage rentes. Verder werd er stevig geïnvesteerd in infrastructurele pro uh, projecten. En we zagen ook dat er een ontwikkelingsprogramma was voor het midden- en kleinbedrijf op het platteland. Dus die focus heeft gewerkt in Thailand. Dan gaan we naar het afsluitende deel 3, Globalisering 2.0. We gaan kijken naar de belangen binnen Afrika. We kijken naar een aantal begrippen, namelijk landgrab en cash crop. We gaan het onderdeel Globalisering 2.0 bekijken en ook Scramble for Africa komt nog aan bod. Wat, wat zou eigenlijk de theorie moeten zijn achter hoe Afrika zich zou kunnen gaan ontwikkelen? Nou, het idee was. Het Westen draagt technologische kennis over aan de Afrikaanse bevolking, waardoor er ook werkgelegenheid kan ontstaan. En de productiviteit van de landbouwgewassen toe kan gaan nemen. Verder moet er ontsluiting van het platteland komen door infrastructurele projecten. En zal uiteindelijk de handelsbalans moeten gaan verbeteren, doordat ze dus economisch sterker gaan worden. Maar dat is de theorie. De realiteit is soms anders. We zien de realiteit de volgende onderdelen ontstaan. In plaats van arbeidsintensieve productie, waardoor er dus werkgelegenheid kan ontstaan, zien we vaak kapitaalintensieve productie ontstaan. Dus er worden fabrieken neergezet door buitenlandse investeerders, waar dus maar weinig werkgelegenheid door ontstaat, maar wel veel productie kan ontstaan. Weinig mensen zullen dus in dienst worden genomen. Verder gebeurt de verwerking ook vaak zonder, Afrikaans, zonder dat Afrikaanse landen profiteren, omdat de buitenlandse investeerders dan daar rechten hebben opgekocht, die ze dus voor zichzelf kunnen behouden. Verder raken ze ook vaak de macht kwijt over grondstoffen, omdat ze die dus in projecten eigenlijk doorverkopen aan buitenlandse bedrijven. In dit geval zien we dus dat het continent Afrika zeer sterk afhankelijk aan het worden is van het land China. Een praktijkcasus ten aanzien van Zambia, die gaan we later uh, in het college nog bekijken. We zien dan ook dat grote mondiale investeerders op zoek zijn naar landbouwgrond en dat vinden ze in Afrika. We kijken hier naar het stukje druk op de, uh, op de voedselmarkt, want wat zien we ontstaan? We zien dat uh, landen die economisch uh, voorspoed uh, ondervinden, denk dus aan een aantal opkomende uh, Zuidoost-Aziatische landen. Dat die landen steeds meer vlees willen gaan krijgen. Dus de vraag naar veevoer stijgt daardoor ook. En dat verdrinkt de voedselproductie voor de mensen. Ten tweede zien we een ander probleem, namelijk de toename van de vraag naar biobrandstoffen. Dat zien we hieronder ook staan. Dus welke landen um, 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 nu biobrandstoffen produceren. Nou, we zien dat verreweg het, verre het meeste uit Amerika komt. Maar ook um, ontwikkelingslanden zoals Brazilië uh, en Indonesië. Thailand, Cambodja, of, sorry, Colombia, die, die zijn ook hier steeds meer voor aan het produceren. En dat is niet voor hun eigen economie, maar dat is dus om andere landen productie te kunnen geven. Want die biobrandstoffen ja, worden steeds belangrijker in de westerse economieën, die door middel van biobrandstoffen proberen om iets aan de klimaatverandering te doen. De vraag is alleen of Afrikaanse landen hier niet heel veel last van ondervinden. Want zoals ik al zei, landbouwgrond is gaas en als we landbouwgrond gebruiken voor biobrandstof, dan kan het dus niet meer gebruikt worden voor eigen voedselvoorziening. Kijken we naar Chinese investeringen in Afrika, dan zien we dat dat enorm is toegenomen door de jaren heen. Er wordt in allerlei sectoren geïnvesteerd, in infrastructuur en transport, maar ook in de energiesector en in mindere mate ook in gebouwen, metalen en technologie. Als we dan kijken naar welke gebieden vooral deze investeringen krijgen, dan zien we hier dus vooral een aantal Centraal-Afrikaanse landen hier staan. Denk hierbij aan Nigeria, die veel investeringen krijgt, maar ook andere landen zoals Algerije. Hieronder zien we ook Angola, Zuid-Afrika, Zimbabwe en ook Egypte krijgt relatief veel. En ook op deze afbeelding zien we dat de uh, landen waar de meeste uh, economische activiteit is. Als we gaan kijken naar de uh, top 5 Chinese investeringen, dan zien we dus dat het Al uh, Algerije, Egypte, Ethiopië, Nigeria en Angola zijn. En dan komen we bij het uh, begrip Scramble for Africa. Uh, Scramble for Africa duidt op een uh, gebeurtenis eerder in de tijd. De Scramble for Africa betekent eigenlijk de, de wedloop om Afrika, dus, dus de, de opdeling. We zagen dat, dat dit de fase was van, de, van het kolonisatieproces van Afrika tussen ongeveer 1880 en het begin van de Eerste Wereldoorlog. En uh, in deze periode hebben een aantal uh, Europese grootmachten geprobeerd een zo groot mogelijk deel van Afrika onderling uh, te gaan verdelen. Um, en tot dan toe was de rol van Europa veelal beperkt gebleven, uh, tot het. Uh, Vestig van een aantal handelsposten en in mindere mate het uh, uitvoeren van macht. Um, zoals het sluiten van, van verdragen met een aantal lokale machthebbers. Maar uh, gedurende de 19e eeuw um, werd het dus uh, door Europese landen steeds meer aangezet tot het koloniseren. En um, op de koloniale conferentie van Berlijn, dat is een belangrijk moment. Dat was in, 19, in, in 1884, 1885, ja, toen werden dus deze. Um, uh, toen werd dus Afrika verdeeld onder de Europese landen. En als we dan hebben over de Scramble for Africa op dit moment, eh, dan, dan zien we dus dat, uh, dat dit dus de handel is uh, met Afrika, weliswaar uh, vanuit 2013. Uh, maar daarin zien we dus nu een enorme verschuiving ontstaan, um, waarbij dus uh, uh, heel veel uh, goederen verhandeld worden. Met China. En dat zien we hier dus als verreweg de grootste individuele partij. Uh, als we kijken naar uh, investeringen die gedaan worden in Afrika, ook dat is inmiddels even geleden. Uh, maar daarin zien we dat, uh, dat diverse landen uh, daarin uh, investeren. Van, van vroeger uit ook nog steeds Groot-Brittannië veel. Um, maar China is nu ook een belangrijke plek hier aan het innemen. Eerder hadden we het al over de druk op de voedselmarkt. Uh, naast voedsel. Uh, zijn de Chinezen ook erg geïnteresseerd in andere uh, onderdelen, namelijk in allerlei uh, brandstoffen? Denk hierbij uh, aan uh, olie en gas, maar ook in andere grondstoffen, uh, zoals edelmetalen. En op deze afbeelding zien we dan ook uh, de landen waar uh, China de rechten op de mineralen heeft opgekocht, de olie-rechten heeft opgekocht, of in de blauwe landen zowel olie- als grondstofrechten, uh, dus de uh, Mineralen en metalen hebben opgekocht. En dus rijst de vraag op: zijn we nu niet bezig met een herweving van de koloniale tijd? Hè? Zoals het dus toen hier de conferentie van Berlijn was, is dat nu niet opnieuw aan het gebeuren? Dan gaan we naar het begrip land grab toe. En land grab eh, betekent dus dat, zoals we dus zien, land afgenomen wordt van boeren. En oorzaak hiervoor zijn dus dat we boeren dus vaak zelf geen eigendomstitels hebben. En um, boeren gebruiken grond vaak als gewoonterecht. Dus ja, het, onder het idee van we doen het al eeuwen, uh, dan gaan we hier maar mee door. Maar ze hebben daar dus geen rechten op en de juridische bescherming die is er dan ook niet. Um, en verder zien we dus ook um, door de uh, FAO um, bijgehouden dat dus de landtransacties enorm hard aan het toenemen zijn. Wat dus uh, ten nadele is van, uh, in het nadeel is van deze boeren. En we sluiten dit onderdeel af met Globalisering 2.0. En daarmee doelen wij op de nieuwe zijderoute die China in het weven heeft geroepen. En wij gaan daar met behulp van een aantal video's en uh, vragen gaan wij uh, dit onderdeel verwerken tijdens het college. Dus daar zal nu in de kennisclip verder geen uitgebreide uitleg over zijn, behalve dan dus wat ik zojuist zei: het is een nieuwe infrastructurele route die China aan het aanleggen is, onder andere door Europa, maar ook door Afrika, um, om dus te proberen uh, een economische grootmacht te worden en te blijven. Bedankt u voor het kijken en ik zie jullie graag terug in het college.